Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. PSV heeft niet het vizier van Bos. Feyenoord schrijft geschiedenis en FC Twente verslaat handballend Fortuna. Verder heeft Ajax bijna letterlijk nul aandeel in de klassieker. Rekt Atletico City in de eerste minuut tijd en pakt Volendam de laatste glibberige paling om lijfsbehoud. Met de derde aflevering in 8 dagen is het ook voor ons topsport hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer. Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel. Gebruik je verstand, godverdomme. Hallo kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering van de derde helft. De derde aflevering in 8 dagen, nog steeds de Eredivisie podcast waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Alle 9 wedstrijden, alle 18 teams door de ogen van een stelletje amateurs. Want Tim Snijboon en ik zijn vandaag ook weer vergezeld door een professional. Het is een debuut van Ernst-Jan Fout. Welkom Ernst-Jan. Dankjewel, ik vind het volstrekt onverantwoordelijk dat ik hier ben. Als professional, hè? Ja, nee. Ik weet er echt zo weinig van voetbal, jongens. Nee, maar daar dek je goed in, maar daar kom je makkelijk mee weg. Ja, waarom zeg jij dat nooit? Nou, ik vind er geen reden om te zeggen. Maar weet je wat het intimiderende is? Ik heb natuurlijk ingeluisterd. Ja, ja. En dan van tevoren dan stuur jij zo van die mailtjes van... nee, we gaan niet over gegenpressing hebben. Maak je geen zorgen. Maar dat is niet het intimiderende als je luistert. Dat is gewoon puur die feitenkennis. Oh, dat is, die zijn echt wandelende encyclopedieën. Dat is ongelooflijk. En daarbinnen zal wel een soort rangorde zijn, hoor. De ene weet meer dan de ander, maar... Ja, we krijgen veel rectificaties in de DM. Die zien jullie en die luisteren, die horen jullie natuurlijk niet. Dus die behandelen ook nooit. Nee, de feitenkennis is niet altijd up-to-date. Maar wel superleuk dat je er bent op de maandagavond. Voor de mensen die je niet kennen, je bent echt een duizendpoot. Medeoprichter van de Correspondent. Schrijver van het hier aan tafel al onbekende dankboek. Je werd in 2016 in de Forbes 30 Under 30 opgenomen. Je bent podcastmaker van Jonge Jaren en podcast over media, waar je ons geestelijk vader Titus van Dijk onlangs heb gesproken. Het populaire nieuwsbrief over intentioneel leven. Wist je dat hij de derde helft ook... Ja. Dat Titus aan... Ja, precies. We hebben het toch even over kort over gehad. Heb je een interview geluisterd, Tim? Zeker. Nee, heel goed. Dat is gewoon behandeld. En wat vooral mijn aandacht trok op je website is dat de Koninklijke Bibliotheek sinds 2018 pfout.com of .com als digitaal erfgoed archiveert om voor de lange termijn te bewaren. En ik had geen idee dat dit gebeurde. Wat houdt dit in? Je krijgt op een dag een mailtje. Gewoon, het is gewoon niets vermoedend, weet ik veel, normale woensdagmiddag. En van de Koninklijke Bibliotheek uit Den Haag. Met deze mededeling, die heb ik gewoon gecopy-paste naar mijn site. Ik vind het heel vet klinken. Het klinkt super vet, ja. Maar geen idee wat inhoudt. Dus als jij ooit... Nou ja, ik was een van de eerste bloggers in 2006. Zolang bestaat die blog ook al. Ja. En dat is natuurlijk, ik zal niet zeggen dat mijn blog individueel, maar het geheel daarvan zal wel cultureel erfgoed zijn. Of zo. Wat vet, hè? Hobby in de marge wat uit de hand liep. Ja. Om dit door te vertalen, de KB heeft ook al streven om van elk boek wat is uitgebracht 1 exemplaar te hebben. Ja, ze zijn niet heel kieskeurig. Maar de meeste mensen weten dit niet. Jij lijkt dit... me wel iemand die ook een eigen archief, gewoon dat jij je eigen archief gewoon beheert. Ja. Van alles wat je hebt gemaakt. Ja, ik heb ook voor andere blogs, van NRC en zo geschreven, dan aan een programmeur gevraagd van mag ik alsjeblieft een export en die dan zo in mijn eigen blog geladen. Dat is leuk. Ik werk toevallig bij Beeld en Geluid. Ah. Dus, ja. Maak je je zorgen om AI? Klopt, er wordt toch iemand met feitenkennis van voetbal hier moet uitnodigen. Want dit gaat veel te diep de rabbit hole in. Maar nee. Maak je zorgen om AI? Nou ja, kijk, we zijn nu nog heel naïef. Kijken we ook naar wat we er allemaal mee kunnen. En dan over 2 jaar zijn we compleet overspoeld. En kijken we terug naar wat is er toch gebeurd. Ja, maar het wordt ook heel vet, hè. Dat je kan zeggen van, ik heb zo'n herinnering aan een voetbalwedstrijd. Dat je dat gewoon kan vertellen. Dit en dit gebeurde, kan je het even voor me opzoeken en dan wordt het gewoon, komt het wel naar boven. Dat doet nu nog niet. Nou, je kan het in principe voor de grootte die het mediaarchief heeft, kan je het ook voor vindbaarheid en herkenbaarheid en diversiteit natuurlijk heel mooi ook inzetten. Ja, ik heb er wel zin in. Gijs? Ja, ik heb vooral zin om een voetbal te hebben, want ik zat er helemaal niks van. Mag ik de hele uitzending doen? Ja, podcast over media gaat onder andere over AI, dus gaat het luisteren op Podimo. Goed bruggetje wel, Ernst-Jan, naar Even de Napel en Komt-ie-scoop. Komt-ie-scoop! Even ten Apel luidt altijd de rubriek in. Komt die scoop waarin we een vraag stellen aan de gast die, waarvan wij zeker weten dat die nog nooit gesteld is. En vandaag luidt die vraag: welke app zou iedere eredivisie voetballer op zijn telefoon moeten hebben? Ja, dat is echt een goede vraag.
Ja, ik denk dat focus is heel belangrijk, toch? Vlak voor een wedstrijd. En de grootste vijand van focus is TikTok of Instagram. Hangt een beetje van je voorkeur eraf. En een hele goede manier om daarmee om te gaan is als je een plan hebt voordat je die app opent. En 9 van de 10 keer open je die app gewoon. Omdat je verveeld of op de wc zit. Ja. Of noem maar op. En dan schrik je op een gegeven moment wakker van, oh fuck, ik ben er weer 30 minuten verloren aan domme video's kijken. Dus ik heb nu een app op mijn telefoon, die heet OneSec. Die heb ik ook. Die is goed, toch? Heel goed. Eerst even ademhalen, hè, Jean? Precies. dit is een app. En ja, als jij Instagram opent of TikTok, dan gooit hij een blokkade erin. Je kan die blokkade kiezen. Je hebt ademhalen, inderdaad. Zeker. Dan zie je zo het scherm vollopen en weer teruglopen. Ja. Je hebt ook een nog veel confronterender. Dat is namelijk dat je een beeld van jezelf te zien krijgt. Oh ja? Ja. Nee, staat er, look into your eyes, Ernst-Jan. En altijd dan, vanuit die hoek zo schuin. Ja, van op de wc zo, je tegen de achtergrond. Echt een heel onflatteuze hoek. En dan moet je dus nadenken. Je kan zelf instellen hoe lang. Ik heb voor Instagram volgens mij 20 seconden ingesteld. Dat is echt tergend lang. En dan maar in jij die hebt tijd de betaalde versie dan? Ja. €15 per jaar. Dat haal ik wel uit qua uren die ik ervoor terug heb. Ja, ja, ja. En dan natuurlijk, slim. En dan moet je dus, en vervolgens moet je zeggen wat je intentie is om die app te gaan gebruiken. En dan staat er verveling, ijdelheid, dat soort dingen. Wow. Ja. En ik kan je vertellen, 9 van 10 keer heb je er al geen zin meer in. Nee. Ik zie me dit. Ik probeer me heel voor de kleedkamer van Fortuna Sittard voor te stellen. dat Kai Sierhuis dit dan vlak voor de wedstrijd doet. Ja. Ah, goeie. Hoe heet die app? Zijn nou? OneSec. OneSec. Ja. Ik dacht focus, maar OneSec. Ah, vet. Gaat het luisteren. Maar Tim, je hebt hem al. Tim, heb je ook een verhaal van de koning van de derde helft? Ja, natuurlijk. Want we zijn nog steeds op zoek naar het allervetste amateurverhaal ooit. We krijgen heel veel leuke inzendingen, maar blijf het vooral insturen. En deze week komt hij van Ryan Verkuil. Ik speel al 1 jaar voetbal met mijn huisgenoot bij Arsenal 9. Na een zware avond uit voor een uitwedstrijd tegen Zeeburgia verloren we met 6-2. Ondanks onze belofte om nooit meer te drinken, eindigen we toch dronken in de kantine. Onze poging tot tafelvoetbal eindigde met geschreeuw en het gooien van de tafelvoetbal, wat leidde tot verwijdering van het terrein. We gingen met de trein naar huis, fast forward. Na een blackout werd mijn huisgenoot wakker in Zaandam en ik in Hoofddorp zonder mijn voetbaltas. Aan het eind van het seizoen moest ik nieuwe voetbalspullen kopen. In de winkel vroeg de verkoper waarom ik in godsnaam nu nieuwe spullen nodig had. Ik legde de situatie uit en naast mij in de winkel was iemand schoenen aan het passen die ineens aan mij vroeg of het toevallig bij Zeeburgia was. Stom verbaasd bevestigde ik dat. Wat was er gebeurd? Hij was zaterdag voor onze wedstrijd van zondag zijn tas ook kwijtgeraakt. Hij kwam die zondagmiddag naar de club. Hij trof daar zijn tas niet aan, maar wel 4 dronken gasten die de straalbezopen een tafelvoetbal aan het overgooien waren. Groetjes, Ryan. Oké. Okay. Ja, classic derde helft. Classic derde helft. Waar heeft hij dan in gevoetbald tussen dat hij zijn tas kwijtraakte en dat hij aan het eind van zijn nieuwe spullen ging kopen? Nee, hij ging vlak voor het einde van de seizoen. Moest hij dus meteen naar de Perrysport. Oh, dus oké, okay, ja. Zaterdag nog. Nog net. Volgens mij bij de Arena kan je nog net luisteren. Deze jongen heeft hem in leven gehaald, denk ik, in die Perrysport. De laatste transactie. Nou, heel vet. Snijmen, hoe is het met jou? Nou, Gijs, ik heb slecht nieuws voor jouw ego of voor mijn ego. Maar ik kies ervoor om gewoon jouw ego te pakken. Ja, ik was namelijk soms, kom ik per ongeluk filmpjes van onszelf tegen. En nu was het een YouTube short waarin ik... ik wist niet eens dat we dat nog plaatsten. Nee, ik ook niet, maar ik zag opeens mijn eigen gezicht toen ik de app opende. Dus toen dacht ik, ja oké, toch even klikken. Ik ben toch benieuwd wat hij te melden heeft. Was het ijdelheid of verveling? Ja. maar toen was ik dus aan het kijken en ik geef toe, dit was in de periode dat, dat ik niet veel naar de kapper ging, omdat de jongens net geboren waren, weet ik het. Maar het is een snippet waar Gijs en ik alleen op beeld zijn. En iemand heeft dit als reactie. Bro, I know the feeling, maar dit kapsel kan niet. Accepteer de haarlijn, middelbare school voorbij en als ik met een slecht rapport thuis kwam, kreeg ik jouw kapsel. Vaak dus vanwege mijn Nederlands. Ik heb er bewust voor gekozen, Gijs, om dit gewoon als feedback aan jou mee te geven. Ja. Oh, ik ben het volledig eens met de beste man. Heel goed. Oké, leuk. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Heb je trouwens door dat ik een voetbalpetje op heb? Nee. Dat heb ik gedaan om te compenseren voor mijn gebrek aan feitenkennis. Is dit het Nederlands is de Nederlands elftal, Leo? Nee. Ik dacht Lion King. Nee. Nee. Laatste kans dan dit. Poeh. Gebrekkige feiten kennen. Dit weekend hebben ze echt geshined, ook deze club. Venerbahce. Nee. Oh. Athletic Club. Bilbao? Ja. Vet. Ja, kop het rij gewonnen. Dankjewel. Ja, hij is van mijn zoon.
Maar ja. Vond hem lelijk. Heel vet. Wat goed. Heel cool. Goed, gaan we niet naar Atletico Club de Bilbao. Dit was de aanvals beste verdediging. Ja. Ja. Vragen wat zij niet weten. Ik heb een notitie gemaakt van tevoren op Pontje met alle tactieken. En ik ben er nu bijna doorheen, hoor. Voor je moet er nog. Het voelt een beetje als de klassieker. Nog 36 minuten, maar okay. We beginnen voordat we naar de klassieker gaan. Bij de koploper. De koploper is PSV. Die speelde thuis tegen AZ. PSV nam tijdens deze thuiswedstrijd geen voorbeeld aan de net scheef zittende bril van coach Bos. De ploeg had het vizier zeer scherp staan, legde onder leiding van binnenkantarchitect Veerman aanvallen uit het boekje op de mat en overrompelde AZ. Alleen Pavlidis vierde een persoonlijk succesje door één doelpunt voor te blijven op Luc de Jong, 25-24. Dit was niet de uitslag van de wedstrijd, want dat was 5-1. Tim, hoe kijk jij naar Joey Veerman? Ik ben gefascineerd door Joey Veerman. In een tijd waarin alles draait om zo fit en sterk mogelijk zijn en elke voetballer moet een topatleet zijn, wil je überhaupt in aanmerking komen. Moet je eens even voorstellen, heb jij Joey Veerman ooit zien sprinten? Echt sprinten? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, heeft Joey Veerman ooit echt zien dat sprinten? Dat denk ik ook niet. En weet je waarom? Volgens mij is zijn 100% 70%. Wat ik daarmee wil zeggen is, hij is altijd in controle. Joey Veerman heeft nog nooit iets moeten corrigeren. Hij sprint niet heel hard, hij heeft nooit rare tackles. Alles met zijn binnenkant is geweldig. Ik vond die voorassist bij die goal van Luc de Jong een 10. Zijn goal was een 10. Bij het Nederlands zelf tegen Duitsland, het doelpunt was een 10. Er is één speler die een beetje qua profiel vergelijkbaar is. En dat vind ik Teun Koopmeiners. Die nu ook naar Juventus of Liverpool gaat. Die ook gewoon alles altijd in controle. En ik vind dat zo heerlijk en verfrissend. Dat ik nog hoop heb dat ik het ook nog kan. Is het risico van Joey Veerman dat als hij één niveau te hoog gaat spelen, dat het altijd lijkt alsof hij echt niet goed genoeg is omdat hij overal te laat komt? Ja, dat hij dan dus geen controle heeft. Ja. Dat kan. En dan ziet het er gelijk heel lullig uit. Ik vind die binnenkant voet van hem alleen zo uitzonderlijk goed dat ik denk dat als je dat twee keer per wedstrijd doet, dat iedereen dan het wel gelooft dat je het aan kan. Want dat doelpunt is ook zo gecontroleerd. Want die bal die komt, die krijgt hij eigenlijk tegen zijn been aangespeeld. Dus dan om daar controle op te houden. Want als wij dat doen, nou Gijs misschien jij niet, maar als Tim en ik dat doen, 9 van de 10 keer zou hij in ieder geval bij Go Ahead het stadion uitvliegen. Maar ik ben dus serieus benieuwd of hij echt een keer heel hard gesprint heeft en ooit een keer met zijn vreef getrapt. Want hij doet alles met de binnenkant. Ja. Allemaal gecontroleerd. Dit zei dus aan, als je dus een AI-bot had, zou je dus kunnen vragen, zijn er beelden van Joey Veerman die gesprint heeft? Dus over een paar jaar weten we dit gewoon. Dat ga ik nog denken. Een paar jaar wachten op deze vraag, Tim. Ja, gaan we door tot die tijd. Heb jij weet. Vroeger gevoetbald, Ersjan, of niet? Nee, ik zat op basketbal. Oh. Ja. Ook met AI kan je daar veel mee, waarschijnlijk. Ja. Gijs is echt een kat in de frame pakken. Ja, ik kaats maar alles wat mijn kant op komt. Terug die hoek in. Hij is die voetballer die altijd de vraag herhaalt als het hem gesteld wordt. Hey, Stijn, maar we moeten de microfoon van die gozer afpakken. Ja, Tim, sinds jij hebt geroepen dat Maarten Martens best een goede coach is, heeft hij twee keer verloren in een doelsaldo van 1-10. Ja. Jij hebt ooit, heb jij persoonlijk Maradona de kist ingeholpen? Door te zeggen dat jij niet had. Als eerst je hebt de dood goed voorspeld, dat kan je ook zeggen. Ja, als eerst op de wereld zei jij een keer uit het niet, zoals je wel vaker doet, ik denk niet dat Maradona het eind van het jaar haalt. Zo geschieden. Mm-hmm. Ik denk dat Maarten Martens net zo goed kan stoppen als coach nu. Totdat jij zegt dat niks. Achtervolgt dit soort dingen mij. Ik heb ook ooit een keer geroepen dat Dessers de slechtste spits van de Eredivisie werd, die prompt topscorer werd. Dus ik weet het ook niet, Snijboon. Nou, we houden die microfoon in ieder geval voor deze uitzending nog even onder zijn neus. Ja. PSV won met 5-1 van AZ en moet nu echt op de platte kar. Nee. Ja, het feit dat jullie er met 4 man aan tafel vorige week niet achterkwamen dat de platte kar gewoon vaak bij boerenclubs door iemand wordt meegenomen die dan boer is, waar iedereen op gaat staan en dan gewoon van de club naar het dorpsplein wordt gereden. Dat jullie alle 4 geen enkele weet hadden van het feit dat dat gebeurt buiten jullie enorm kleine bubbel. Als luisteraar werd ik daar echt. Het irriteerde mij. Dus ik wilde dat toch even namens heel Nederland aan jullie meegeven. Maar waarvoor is een platte kar dan nog meer, behalve je team rondrijden? Om dingen van A naar B te brengen. En als er op de boerderij dagje geen werk is, dan kan je er dus gewoon 22 selectiespelers op doen. Oké, nou goed om te weten. Dus jij dacht dat de platte kar was uitgevonden voor kampioenfeesten. Ja, dat is en dat ze daarna achterkwamen dat je ook hooi en zo kon verplaatsen. Ja, dat doen ze af en toe. Ja, heel vet. Dat PSV won met 5-1 kan de platte kar bestellen, want het staat nog steeds 9 punten voor. Je bestelt hem dus niet, want hij is er al. Klinkt wel. Maar wist jij dit of niet? Ik zat te luisteren en ik dacht wel, ze hebben gewoon een vaste boer die elk jaar dit ding, of nou niet elk jaar, gewoon gelukkig, maar gewoon weer trots is dat hij op mag komen dagen met dat ding. Ja. Hoef je hem niet te bestellen, nee.
Okay. Dus ik ben heel blij dat je dit zegt. Ja, dankjewel. Alsof een soort boel gevalideerd is luisteren. Alsof een soort boels is voor platte karren, dachten jullie. Goed jongens, PSV blijft aan kop 9 punten voor op Feyenoord. Feyenoord speelt niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week. Hey, la 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 la. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. Feyenoord Ajax was natuurlijk de wedstrijd van de week. En vrijdagavond vroeg ik mij hier nog af of Feyenoord nog wel wat te winnen had tegen dit Ajax. En zondagmiddag kreeg ik het antwoord. Ajax had vrijwel letterlijk nul aandeel in deze klassieker. En Feyenoord schreef geschiedenis door Ajax de grootste nederlaag ooit te bezorgen. 6-0. Ernst, vraag aan jou, lastige vraag. Jij hebt het dankboek. Stel, John van Schip heeft een dankboek. Wat is ja, dus één even ding... uitleggen wat het is. Leg even uit. Tim, jij bent eigenaar van een dankboek. Een dankboek is een boek waar je eigenlijk elke dag drie dingen moet opschrijven... waar je die dag dankbaar voor bent. Om bewuster te worden van je levensgeluk. Eigenlijk is dat het, toch? Ja. Juist. Nou, John van Schip heeft het behoorlijk zwaar. Juist, leg maar even uit. Maar er is altijd zijn er toch kleine dingen... Die je daaruit kan pikken, toch? Ja, het is niet het idee dat je dan zegt... mogen geen negatieve gevoelens zijn... maar daarnaast kan je ook iets positiefs zien. Juist. Ja. Dus John van Schip had er ongelooflijk één nodig op die dag. Ja. Ja, goh. Dus jij mag één ding wat hij daarin had moeten zetten. Dat het geen 10-0 is geworden. Ja. Ja. Sorry. Daar kan je dankbaar voor zijn. Ja, geen dubbele cijfers. En het is cijfers. Ook wel iets louterends. Het ook wel goede karmapunten dat de wedstrijd nu uitgespeeld moest worden. Ik schaamde me echt dood als Ajax ziet voor de klassieker thuis. Dat ja. die afgebroken moest worden. En ja. dit voelde wel als een soort loutering. Dat kan je misschien ook nog opschrijven. Dat ja. zijn geweten is weer schoon ja. namens de club. Okay. Ja, ik had opgeschreven dat hij dankbaar moest zijn voor Halsema. Dat er geen uitfans bij waren. Ja. Toch? Mm-hmm. Want dat had ook nog, dat je dan ja. ook nog zo, weet je wel, ja. zo, ja. die orks, ja. dat was echt nog erger geweest. Ja. Snijboon, heb jij nog een derde toe te voegen? Want er moeten er uiteindelijk drie dingen. Nou, de kans was niet heel groot dat John van het Schip een Ajax-record in handen kreeg. Dus die heeft hij wel. Ja, dat is ook waar, ja. Dus we hebben geen 10-0. Hij is eigenlijk hartstikke blij naar huis gegaan. Hij heeft een record. Ja, is dit perfect. Te cynisch voor een dankboek? Ja, het is wel een cynische bladzijde in een gemiddeld dankboek, denk ja. ik. Ja. Maar ja, dat zegt meer over Ajax dan over dankboek. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Het werd 6-0 voor Feyenoord, Tim. Zal Jiménez meer balen dan een van de spelers even naar Feyenoord? Nee, ja, heel veel naar Feyenoord. Laten we het even positief spinnen, alsjeblieft. Voor Feyenoord. Ja, toch? Ja. Historisch 6-0. Mm-hmm. Allergrootste overwinning ooit op de rivaal. En ik snap dat het ingewikkeld is, omdat mensen Ajax zien als Heerenveen dit seizoen. Mm-hmm. Door hoe ze spelen, ja. Maar goed, even Co-Adriaan scorebordjournalistiek. Ze hebben wel 6-0 gewonnen van Ajax. Nou, dat is toch gewoon waanzinnig, uiteindelijk. Ja. Want iedereen verwacht het ook. En dan is het ook knap ja. dat je het waar maakt. Ja. Waar of niet? Ja, absoluut. 100% waar. Nou, en iedereen had het over... Ja, en als het 3-0 wordt, ben je dan nog wel blij. En ze hebben toch een soort van een manier gevonden om zo hard uit te halen... dat ook bij de 6-0 dat hele stadion nog uit zijn dak ging. Ja. Dus er was niet die misschien wel een klein beetje verwachte gelatenheid... bij gewoon een reguliere overwinning. Die was er niet door wat er gebeurde. En dat was ja toch wel... Ja, het was wel echt bizar om naar te kijken. Dit ga je zeer waarschijnlijk de rest van je leven niet meer zien. Nee, dat klopt, ja. Dat had ook een dankboek gekund. Ja. Ja. Dat vind ik dit ga ik waarschijnlijk nog niet meer zien. Ja, maar dat vind ik wel ingewikkeld. Want ik heb toch al zo vaak dit seizoen gedacht dat de gifbeker leeg was. Ja, dat is wel waar. Ja, dat is waar. Ja. En nu deze week... Je krijgt zo'n heel goor atje met gif, weet je wel. Ja. En dan denk je, nou, dit is de laatste. En dan komt er weer een vriend met een dienblad aan, weet je wel. Het is al 4-5 keer is dat zo gegaan dit seizoen. Ja. Ja, nou ja, goed. Moet die nu leeg zijn of kan er nog iets? Ja, dat weet ik dus. Ja, had jij de afgelopen... die 6-0 had je misschien nog kunnen voorstellen. Ja. Maar met Kroes en zo, dat gaat toch elk voorstellingsvermogen te buiten. Ja. Ja. Vooral ja. het feit dat dan 2 dagen daarna Michael van Praag ook op het hakblok ja. eindigt. En dan Ramai de rest van het seizoen is uitschakelen. Oh ja, dat ook nog, ja. Nee, dus uitschakeld voor de play-offs, dat zou denk ik dan nog het compleet maken. Voor of in de play-offs? Ja, in is nog het ergst. Dat denk ik ook. Ja, in, ja. Dus wel de play-offs halen en dan uitgeschakeld worden. Precies, ja. Ook nog eens in een ander stadion, want de toppers treden op. Ja. Oh, en dat is het dieptepunt. Yes. In de play-offs kan Ajax waarschijnlijk... Als ze zich plaatsen voor de play-offs... kunnen ze de thuiswedstrijd niet in de arena doen... omdat de toppers dan gepland staan. En wow. die gaan hun concerten niet verplaatsen. Dit doet me ook een beetje denken. Dat zijn allemaal van die nieuwe dingen die je over je club ontdekt. Ook net zoals in het begin van het seizoen... dat het dan de stand op Ajax.nl niet verder ging dan het linker rijtje of zo. Ja. Ja, heel vet. Ja, en misschien dat, hè? Oh, het is ondergesneeuwd helemaal. Maar nou ja, misschien dat de resultaten van het KPMG-onderzoek zijn uitgekomen. En de conclusie is
geen belangenverstrengeling bij de transfers. En toen dacht ik, waar veel mensen denken dat is goed nieuws voor Mistad, dat is eigenlijk de slechtst mogelijke uitkomst. Want ik snap dat je Gai, Akpom, Mikotadze, Sutalo, Sosa, Terovic, Forbes, Medic en Avila koopt. Fraude is de enige. Ja, ja. Dus dat je met een gezond verstand die spelers hebt gehaald, is eigenlijk nog veel slechter voor Mistad. Maar ja, hij komt er uiteindelijk prima vanaf nu, toch? Zonder strafrechtelijke vervolging en met een nieuwe baan bij Dortmund waarschijnlijk. Hij komt er behoorlijk goed vanaf. Dat is namelijk prima, ja. Hij is eigenlijk de grote winnaar van de Ajax-seizoen. Toch? Dat is echt zo. Ik heb de titel van de uitzending heb ik in ieder geval in de hoofd. Ertjan, jij bent de enige met enigszins managementervaring aan tafel. Stel, algemeen directeurschap, je wordt uitgenodigd, je zegt ja. Wat is het eerste wat je doet? Behalve... Je Bilbao-pet afzetten. Vluchten. Oh, ik heb wel eens iemand gesproken die commissaris bij Ajax is geweest. Ik zal ze nou niet noemen, dat mocht niet. Maar die zei echt, wat er ook gebeurt in je leven. Nou, niet dat hij het voor mij in de sterren zag staan. Maar blijf weg bij de voetbalclub. Ja. En dan in het bijzonder Ajax. Omdat het gewoon... Ik denk niet dat je daar serieus een kans maakt om beleid te voeren. Omdat het zo'n op alle mogelijke manieren een slangenkuil is. Qua hoe je met de supporters om moet gaan. Ja. Met al die oud-voetballers die, omdat ze een keer gevoetbald hebben, denken dat ze bestuurservaring hebben. Het is denk ik echt, met die rare constructie met leden en aandelen, ik denk echt dat het een onmogelijke klus is. En dat het eigenlijk best wel knap is dat het zo lang goed is gegaan. Dus het eerste wat jij zou doen, is ons lachbief inleveren. Nou, ik zou mezelf wel een soort martelaar maken, denk ik. Maar je hebt toch altijd als managers ergens nieuw binnenkomen in het bedrijfsleven, dan heb je altijd die 100 dagen periode, weet je wel? Die eerste 100 dagen ga je alleen maar kijken, ga je geen beslissingen nemen, want die zijn altijd, dat is altijd de waan van de dag. Dan moet je, dus als je bij Ajax nu aantreedt, moet je gewoon 10.000 dagen plan maken of zo. Gewoon overal je handen afhouden en gewoon kijken wat er gebeurt. En dan bij elke vraag die je krijgt, ik ben nog aan het oriënteren. Nee, maar dat is informatie. Want uiteindelijk is de Raad van Commissarissen is het orgaan wat eigenlijk Mislintat had moeten controleren. Toch? Ja. Maar als je dan kijkt wie er allemaal in zit, er zijn dat niet allemaal mensen van wie je denkt, oh, die gaan overal helemaal induiken en tot 18 cijfers achter de komma. Dat Jan financieel Hals, helemaal... Ik wilde geen namen noemen. Want ik was ook al bang dat het die van Ernst Jan was. Maar de mensen die daarin zitten, en dat vind ik ook zo interessant aan de voetballerij. Je kan dus een functie bekleden die je nergens anders in de wereld zou krijgen, gebaseerd op nul cv. Ja, je moet er gewoon eigenlijk een doodzaai bestuur neerzetten. Ja. Gewoon een bestuur van managers die ervoor zorgen dat in ieder geval het algemeen bestuur, gewoon totale managers, gewoon zorgt dat er een stabiele bedrijf wordt georganiseerd. Ook niet mensen die opvallen of zo, die aangevallen worden, die in de pers zichtbaar zijn. Mm-hmm. En gewoon een goede omgeving creëren voor de mensen die dan daarna technische beleid uit kunnen zetten. Ja, dat is nu van Marijn Zeeman, die bij AZ aantreedt natuurlijk. Die van Jumbo, Jumbo Leasebike. Maar ja. voor de meeste mensen nog bekend als Jumbo Visma. En die zegt gewoon, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niks van voetbal. Maar dat boeit dus in principe ook gewoon niet. Nee. Heel slim wat te zeggen ook. Want dan ben je dus ook een beetje van die supporters af. Ja, als ze dat eenmaal geaccepteerd daarom hebben. Daarom zei jij het zo aan het begin van de uitzending. Ja, maar je wordt dus wel... Maar de vervelende voetballerij is dus wel dat op het moment dat het ook maar een beetje misgaat, dan komt het omdat jij niks van voetbal komt die boemerang twee keer zo hard ook weer terug. En ja, dat is het ongrijpbare van de voetballerij. Nou, jawel, want door de wind, hè? Oh ja, dat is waar. Die komt altijd heel hard terug, de boemerang. Hey, nog even van Feyenoord, Jakuba Minte. Ik heb ongelooflijk van hem genoten op het veld. Maar Tim, buiten het veld was het grootste staaltje mediatraining dat jij in tijden gehoord hebt. Ja. Hans Kraaij junior die interviewde Minte en die vroeg over de situatie bij Newcastle. En de eerste vraag was, je hebt daar een contract tot 2028, toch? En waarschijnlijk had Minte een soort van bedacht, of van de manager gehoord, als hij over Newcastle begint, dan moet je zeggen dat je gewoon op Feyenoord wil concentreren. Dus de vraag was, loopt je contract tot 2028? Ik focus me op Feyenoord. ik weet het niet. Dat was wel echt, ja, of het diepte of het hoogtepunt van de media. Ja, super vet. Feyenoord won. Hij speelde trouwens fantastisch. Ja. 6-0 voor Feyenoord. Ja, dat ik nog... Ja. Exemplarisch voor mij was na de 6-0 wilde Roelie, de keeper van Ajax, nog heel even een soort van de troepen bij elkaar van laten we het niet nog... Hij had het ook naar de 2-0 al kunnen doen, maar hij deed het na de 6-0. Wilde hij iedereen bij elkaar roepen. En dat lukte hem dus niet. Dus hij kreeg het na de 6-0 tegen... Hij kreeg het niet voor elkaar om zijn 11 spelers bij elkaar in een kringetje te krijgen om te zeggen dat ze het anders gingen doen. Dus... Maar waarom zou je dat überhaupt doen? Dat is toch ook onzin? Na 6-0 Snijman, kom op. Ja, maar hij probeert het tenminste. Ik snap dat niemand naar hem luistert.
Feyenoord heel stevig op plek 2. Direct de Champions League in. Achter PSV. En slot feliciteerde Peter Bos al met het aanstaande kampioenschap. Het mentale spel gaat door. Terwijl wij een uitstap maken naar buiten de lijn. Edwin, Kevin hier. Buitenspel. Ik hoor je nu voor half. Stem op het. Oké, Edwin, buitenspel. Buitenspel met iedereen aan tafel. Iets mee van buiten de lijnen. Laten we beginnen bij de gast vandaag. Erzan, wat heb je meegenomen van buiten de lijnen? Het derde seizoen van Welcome to Wrexham. Een serie op Disney+. Voor degenen die het niet gezien hebben. Het plot, dit is natuurlijk een documentaire. Dus het gebeurt allemaal echt. Ryan Reynolds, bekende Hollywood acteur uit Canada. Ja. En Rob McElhenney. In een iets minder bekende. Iets minder bekend. Ja. Ryan and another guy. Hij heeft een volgens mij een populaire sitcom. Ja. Uit Philadelphia komt hij. Die kopen een voetbalclub, namelijk Wrexham in North Wales. En ik kan als mediaondernemer en als voetballiefhebber zo ontzettend van deze serie genieten. Het gaat eigenlijk over cultureel ondernemerschap. Want deze twee heren nemen de verantwoordelijkheid heel serieus. Die club is echt van levensbelang voor die community daar. Ze zitten al 14 jaar lang in de laagste league, non-league eigenlijk. Ja. En daar moeten ze uitzien te komen. En zij kopen deze club en gaan dat proberen. Er zijn al twee seizoenen die staan al live. En nu binnenkort komt het nieuwe seizoen. Ik vind het echt zo'n gigantische aanrader. En het is ook zo slim, want ze waarschijnlijk verdienen ze alles al terug met gewoon de rechten voor deze serie. Ja. Het is gewoon hele goede content. Ja. En tegelijkertijd, je ziet dat ze enorm genieten. Er zitten een paar hoogtepunten in. Kijk, ik ben nu heel erg defensief en dat ik niet zoveel van voetbal weet. Zij zijn er heel open over. Ze noemen het nog net geen soccer. Dat is dan wel echt meteen verteld. Noem het voetbal. Ja. Maar er zitten een paar hoogtepunten in. Bijvoorbeeld dat ze het altijd hebben over de Premier League. En er zit ook een scène in met een hele belangrijke wedstrijd dat zij nog 30 seconden lang een doelpunt vierde dat buitenspel was. Het hele stadion heeft het door. Ook het hele VIP-vak heeft het door. Oh. Maar het is niet helemaal duidelijk wie dat nou tegen ze gaat zeggen. Dus alleen al voor die scène gaat kijken. Apple TV, hè? Disney+. Disney+. Ja. Disney+. Heel vet. Snijboon. Ja, ik wilde het even hebben over... jullie hebben het waarschijnlijk, denk ik, jullie vaak aan hem. Maar Nicola Jurgensen. Die van de centrale verdediger die bij PSV ook speelde. Nee, niet... Matthias Jurgensen. Ja. Oh, en het gaat ook dus over zijn bijnaam, over Sanka. Ja. Want dat heeft helemaal niks met zijn eigen naam te maken. Hij was als kind al heel lang. En toen hebben ze ooit bij een uitwedstrijd moesten ze in de auto terug. En toen moest hij achterin. En dan is hij heel erg opgevouwen. Toen heeft zijn coach hem ooit vernoemd naar Sanka Koffie. Dat is een van de hoofdrolspelers uit de film Cool Runnings. Die over dat Jamaicaanse bobsleigh team gaat. En die heeft hem dus daarnaar vernoemd. Maar ook nog eens verkeerd geschreven. Want het is dus met een S en bij hem is het met een Z. En toen hebben ze hem dus bij zijn eerste profcontract gevraagd wat hij dan achter op zijn shirt wilde. En ze vroegen hem dus, wil je dan de naam van je vader of de naam van je moeder? En toen zei die voorzitter, waarom doe je niet Sanka? Toen heeft hij dat gedaan. En eigenlijk vanaf dat moment heeft Matthias Jurgensen dus al spijt van de naam waar hij zijn hele carrière al mee op zijn rug speelt. Vet. Vet verhaal. Ja. Cool runnings. Mooi. Het is Heres in Istanbul. Waarom nu weer? Fenerbahçe, die lijkt zich nu te gaan verzetten tegen 20 jaar corruptie in de Turks voetbal. Ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hebben, maar ze zeggen dat drie keer in de laatste, in de slotfase van de kampioenschap, is hun titel door de neus geboord. Commercieel gezien worden ze gedwarsboomd door de bond. Twee keer is Champions League voetbal ontnomen. Nu zijn in een wedstrijd tegen volgens mij Trabzonspor spelers aangevallen. Die wilden zichzelf gaan verdedigen. Daar worden die spelers van Fenerbahçe nu voor gestraft. Dus wat gebeurde er nu? Ze moesten de Supercup-finale spelen. Maar ze zitten ook in de kwartfinale van de Conference League. Dus hadden ze aangevraagd bij de bond, kunnen we die Supercup-finale niet uitstellen? Nou, het antwoord was nee. Ja. Dus wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze alleen maar jeugdspelers gestuurd naar de Supercup-finale. Die zijn er 1 minuut het veld afgelopen. Niet. Wel met een 1-0 achterstand al. Wel met een 1-0 achterstand. Niet. Ja. Maar dat is dus niet het grootste, want er gaan dus ook geruchten, en dat vind ik altijd schitterend, überhaupt dat het opgeschreven wordt en door meerdere sites opgepikt, is dat zij erover nadenken om uit de Super League weg te gaan. Dus om zich uit die competitie terug te trekken. En er zijn 5 competities die ze nu op het oog hebben. Dat is Spanje, Italië, Frankrijk, België en Nederland. Nee. Ik wil Fenerbahçe in de Eredivisie, Gijs. Dat zou toch fantastisch zijn. Wat een buscombi is dat, zo, hè? Ja. Groningen, dan moet je dan ook terug naar Istanbul. Ja, dat zou mooi zijn. Wauw. Houd je ons op de hoogte? Ik heb wel heel erg het gevoel dat
Fenerbahçe gewoon minder geld aan de bond heeft gegeven. In plaats van dat ze geen geld aan de bond hebben gegeven. Dat geloof ik ook. Ja, ik heb ook een buitenspelletje mee, jongens. Want ik zit hier niet altijd. Je hebt hem aan. Ik heb maan zelfs. Ik zit niet altijd in een FC Emmen shirt. Wel, speciaal, vaak. Wel vaak, maar niet in dit speciale FC Emmen shirt. Ik kreeg namelijk een brief en een DM. De brief naar de DM. Hebben we die brief gekregen of heb je iets uitgeprint? Nee, die hebben we echt erbij gekregen. Van FC Emmen zelf. Dus ik kreeg een DM van de voetbalclub FC Emmen. Ik heb ze zeer sympathiek aangemoedigd in de jaren dat ze Eredivisie speelden in deze podcast. En ze stuurde een DM'tje of wij eventueel een shirt wilden. Nou ja, natuurlijk wilde ik dat. Dus bij deze kreeg ik een brief op de mat. 27 april komt koning Willem-Alexander naar Emmen, ter ere van Koningsdag. En ter ere daarvan hebben zij een heel mooi speciaal oranje shirt ontworpen. Om volgens mij op 12 april tegen MVV zullen zij alvast 15 dagen van tevoren iedereen een beetje warm maken voor de aankomst van koning Willem-Alexander. En toen zei hij, wil je dat hebben? Zei ik, graag. Zei die, moet je hem wel aandoen? Zei ik, voor deze keer. Dus bij deze YouTube-kijkers... Dit speciale shirt is volgens mij grotendeels uitverkocht. Maar ga heel veel kijken op de website of het nog kan. Hij zit niet vastgegoten. En ik ga hem ook zeker aan doen op Koningsdag. Het is een lekker shirtje. Dus dank je wel daarvoor. Staat je goed. Je oont hem ook echt. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ernst-Jan dacht... Dat is wel echt een backhanded compliment. Of niet? Nee, want jullie kwamen zo binnen. Ik kwam binnen en we hadden gewoon een leuk gesprek en zo. En toen ging je opeens disclaimer van... Oh, hij vond een gek shirt. En ik dacht, nou ja... Jij vond dat als enige leuk shirt. Ja, dit staat je goed. Die andere twee hebben echt helemaal ongelooflijk rare shit. Nou, goed jongens, we gaan terug naar het voetbal. Naar FC Twente tegen Fortuna Sittard. Waar Kai Sierhuis en Fortuna Sittard normaal gesproken goed darten... moest het bij FC Twente noodgedwongen met 10 man handbal verdedigen. Dat gingen de Fortunezen nog redelijk af, maar het verloren uiteindelijk met 2-0. Zo kan FC Twente trainer Jozef Oosting zijn vakantie omboeken... rond de voorronde van de Champions League. Snijboon, hoe zou jij reageren als jouw Frank of Ronald hun eerste eredivisie goal maken? Ja, Snijboon heeft een tweeling, hè? Jean, ja, ik heb een tweeling van nu 5 maanden oud. Dus een kwestie van tijd totdat ze hun debuut en eerste doelpunt in de Eredivisie gaan maken, als het aan mij ligt. Vooral dat. Het lijkt erop dat de oudste linksbenig is, maar ik kan er nog niet te veel over loslaten. Oh, leuk. Maar ik hoop dat ik precies zo reageer als Unicum. Assistent-trainer van Twente, die zelf, zoals hij zelf zegt, in de warming-up... aan het eind niet altijd veel te doen heeft. Dus tijd had om het debuut van zijn zoon bij PSV nog even mee te kijken. Zag dat hij inviel, eigenlijk gelijk scoorde. Kwam daarna het veld op en je zag gewoon... er straalde gewoon warmte van die man af door wat hij net had gezien op tv. En die werd door alles en iedereen gefeliciteerd. En die liep daar echt zo trots als een pauw. Is echt gemaakt voor hoe hij daar over dat veld liep. Dus mocht het ooit gebeuren, 2 keer hoop ik natuurlijk, dan hoop ik dat ik precies zo reageer als Unica. Ja. Vet. Ja, welke leeftijd ga je voor het eerst op voetbal? Volgens mij heeft Arno Splinter zo'n voetbalschooltje voor heel jonge kinderen. Oh, is dat 3 jaar oud voor mij. Nou, dat is te oud voor Snijboon, hij moet ook jongen. Ja. Ja, ik zat dan al wel te denken aan BVO. Eigenlijk. Nee, ik probeer mezelf heel erg in te prenten dat het ook niet erg is als ze op volleybal gaan. Je zegt het heel vaak tegen jezelf. Ja. Heb jij is jouw zoontje voetballer? Ja. Ja. Nice. Rechtspoot of linkspoot? Nou, hij is redelijk tweebenig eigenlijk. Ja. Je gaat het toen kunnen fact-checken. Oké, ik geloof het. Er kwam nog net niet achteraan. Dat zeggen ze allemaal. Heel vet. Hé, hey, Tim, maar was het nou Peter Uneke? Wie ben ik? Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee. Nou, het was niet Peter Uneke, Gijs. Het was Fiesse Fur die zo blij was met het doelpunt van de zoon van Peter Uneke. Dat is heel raar, ja. Dit is namelijk de rubriek The Lookalike, Ernst-Jan, waarin wij eigenlijk types van binnen het voetbal vergelijken met dingen die daar buiten zich afspelen. Er zijn 2 mensen die met me ingestuurd, Gijs. Dat weet ik even niet aan mijn hoofd. Ja, dat weet ik wel. Dat zijn Vermeer.Stefan en San-Huigens. Wacht even, ik laat hem even aan Ernst-Jan zien. Ik kan even kijken of het een beetje leuk is. Kijk, dus dit is Uneke. Mm-hmm. Ik ga wel even van. Welkom bij de redactievergadering van de derde helft. Ik vind het leuk om te laten zien, want anders... Ja. Wacht. Best goed, toch? Ja. Als je dat er al bij moet zeggen... Nou, ja, met een beetje goede wil. Ja. Ja, net als die tweebenigheid van je zoon. Hebben jullie ook een onderdeel van rubriek in jullie podcast... waarvan je weet dat het eigenlijk al lang uitgefaseerd had moeten worden... maar waar je toch aan vasthoudt? Nou, ik ga wel even aan mijn eigen introspectie werken. Goed, jongens. Volgende wedstrijd is een derby, Vitesse tegen NEC. Tijdens de laatste training voorafgaat aan deze derby... schreeuwden ongelooflijk enge mannen met zonnebrillen... tegen elke Vitesse-speler dat ze alles moesten geven. Vitesse gaf logischerwijs wel alles tijdens...
tijdens de wedstrijd, maar kreeg alleen 3 goals. En waarschijnlijk een boete wegens vuurwerk op het veld. Om de oren, 0-3. Vitesse in zwaar weer, niet alleen sportief, maar ook financieel. Ernst, jij bent al niet alleen een voetbalkenner, maar ook een kenner van financiën. Kan Fire, de Fire-beweging, Vitesse nog redden? Tim, leg jij het even uit? Retire early. Wat was ook weer het begin? Financial independent, retire early. Juist, Tim heeft alleen het retire early deel onthouden. Nu snap ik waarom het niet goed gaat. Tim doet de run-beweging. Wat was dat? Het is een stroming uit Amerika van mensen die er allemaal natuurlijk heel onzeker zijn over hun financiële toekomst. Dat het de eerste generatie is die geen vaste contracten meer krijgt, et cetera. Dus die proberen allemaal zo min mogelijk uit te geven en dan zo vroeg mogelijk financieel onafhankelijk te worden. Dit klinkt als serieus nu al een goede les voor Vitesse. Ja. Ja. En ja, Colby Perry is toch Amerikaan ook? Ja. Dus die zou je ook moeten kennen. Ja. Ja. Maar hoe je dat toepast als je... Hoeveel schuld was het? Ja, 150 miljoen is volgens mij officieel kwijtgescholden door OIF. Mm-hmm. De Rus. Maar ja, het is, financieel is gewoon heel... Wat is de basisles van Fire die Vitesse nu zou kunnen toepassen? Laten we zeggen, als je het mij zou moeten vertellen... Dit is één ding wat je moet doen als je Fire volgt. Dan kunnen wij dat wel vertalen naar Vitesse. Nou ja, waar je mee moet beginnen als individu is dat je kijkt naar die dingen waarvan je denkt dat ze je gelukkig maken. En dan vervolgens je uitgaven daarnaast gaan leggen om te kijken of die overeen komen. Of dat je dingen uitgeeft en of geld uitgeeft aan dingen waar je toch niet gelukkig voor wordt. Ja. Dus je naar een voetbalclub moet vertalen. Of een huurcontract voor een stadion waarvan je nog niet eens een derde vol krijgt. Dat lijkt me op zich een goeie. Dat is dus ongeluk, zou dat zijn? Word je daar gelukkig van, ja, van dat Gelderdoom? Of van een leeg stadion. Ja, als je als club besluit, nee, toch niet, dan zou je daar... Super handig, want dan kan je Hajj Moussa bijvoorbeeld, rechtsbuiten, daar word je heel gelukkig van. Ja. Dus dan zet je dan meer geld tegenover, neem ik aan. Dat ja, het zo werkt. Ja, zo werkt het ook. Ja, ja. Je kan een beetje aan de knopjes draaien zo. Okay. En je moet dus wel echt rigoureuze keuzes maken. Anders kan je niet op zo'n vroege leeftijd. Sommige gasten halen echt al op een 35ste een pensioen. Terwijl ze geen gekke salarissen hebben. Niet. Die sparen dan tot 70% van hun geld. Vind ik een beetje extreem, maar je moet het ook gewoon naar je zin hebben. Wow. Nou, want als je dan doorvertaalt naar misschien niet eens naar de voetballerij, maar hoeveel moet je inleveren op ook levensgeluk? Ja, nou, ik ben daar niet toe bereid, maar waar ik naar probeer te kijken zijn, wat zijn dingen die je telkens worden verteld, al dan niet onbewust van je moet zo groot mogelijk wonen of zo dik mogelijk rijden of je weet ik veel, zo goed mogelijk, duur mogelijk kleden. Als je al die maatschappelijke verwachtingen bevraagt, dan kan je echt een hoop besparen. En dus ik heb echt, ik rijd alleen maar tweedehands auto's, Skoda's, et cetera. Gewoon weet ik de Bilbao-petjes. Precies, van mijn zoon, hè? Ja. Dus jouw zoon koopt dingen nieuw. Die jij vervolgens hij heeft dit cadeau gekregen. Er is echt geen enkele euro van mij mee gemoeid. Heel vet. En, dus ik denk dat als Vitesse zich een beetje aan een maatschappelijke conventie die rond voetbal horen, een beetje gaat onttrekken en gaat kijken wat vind je nou echt belangrijk. Een beetje een moneyball-achtig verhaal zit er dan misschien wel in. Heel vet. Deze 2 minuten zouden ze een paar miljoen kunnen sparen. Maar het idee van naar je stand leven in de voetballerij is dat is bijna een scheldwoord. Omdat binnen voetballerij misschien nog wel meer dan bij commerciële bedrijven vooruitgang altijd zit in groei. En in groter en in meer en in duurder. Er is bijna geen één club die zegt, oh nee, we vinden het wel prima om 13e te worden. Ja, want met deze begroting in het stadion is het eigenlijk te veel risico als we gaan groeien. Het is bijna altijd dat het is, oké, we moeten wel groeien, want we willen wel Europa in. En we gaan dure huurspelers halen. En we gaan dure transfervrije spelers met tekenbonussen halen. Dus op zich, ook al is het misschien, was het op papier een beetje een vergezochte brug, kunnen er best wel veel voetbalclubs hier wel gewoon een voorbeeld aan nemen. Snijboon, NEC won met 0-3. De hoofdtrainer Meijer blijft bij NEC. Hij gaat in ieder geval niet snel naar Vitesse, geloof ik. Nee, hij kreeg de microfoon toen ze positief door de fans werden opgewacht. Dat gebeurt ook niet vaak. En toen startte hij het supportersliedje. Hij begon met nooit meer. En toen iedereen nooit meer naar Arnhem. Omdat Vitesse gaat degraderen. En dat is toch... Het voelt als coach toch zo in het openbaar je directe rivaal die er niet goed voor staat. Ja, maar ik ga dan Vitesse ook verdedigen. Want NEC is ook niet NEC zonder Vitesse. Dat is gewoon echt ja, niet precies. Zo. Hm. Dus ze kunnen nu wel een grote mond hebben. Altijd naar Arnhem. En zo is het. Maar is dat niet nog erger voor Vitesse? Als NEC zich hard gaat maken voor het behoud van Vitesse? Dat denk ik wel, zolang ze maar bewust zijn van wat ze straks kwijt gaan raken.
Schitterende woorden. Ja. Zet het op een tegeltje. Go Ahead Eagles tegen Almere City. Atletico Almere overtrof zichzelf door in de eerste minuut te beginnen met tijdrekken. Ook scheidsrechter Bas Nijhuis overtrof zichzelf door een overtreding in het strafschopgebied te beoordelen als schwalbe, geel te geven en de VAR te negeren. Go Ahead was de enige die zich niet overtrof, maar toch een puntje verdiende. 1-1. Door het 60 gelijke spel kruipt Atletico Almere richting de magische grens van 34 punten. Tim, ja, je zou Tim niet zijn als je begrip had voor Bas Nijhuis. Nou, allereerst omdat het gewoon een goede beslissing was. Dus dat, laat ik dat eerst gezegd hebben. Want het was gewoon een schwalbe. Maar stel dat dat niet een schwalbe was, dan alsnog had ik het begrepen. Omdat het is al als scheidsrechter een nederlaag als je door de VAR gecorrigeerd wordt. Toch? Is dat zo? Tuurlijk. Je wilt toch gewoon een goede beslissing nemen. En je hoort van een robot dat het niet goed was. Van AI binnenkort. Van AI, ja. Dan ben je ook nog Bas Nijhuis. Nog moeilijker. Heb je ook nog geel gegeven, weet je wel? Dat is nog verder een nederlaag, omdat je toch blijkbaar overtuigd was van iets wat er niet was. En hij moet dan ook nog eens heel lang naar dat VAR-scherm lopen. Dus dat allemaal bij elkaar opgeteld, snap ik echt dat Bas, ondanks dat hij heel lang naar die beelden heeft gekeken, dacht van, weet je wat, steek hem ergens. Heel goed. Maar het was een goede beslissing. En waar ik dan ook nog boos van word, is die commentator die... commentator, spreekbuis van de kijker, toch? Dat is een beetje de functie. Ja? Nou, behalve Sjoerd de Vos. Duider meer, toch? Ja, duider. Ja, duider. Maar ja. Als dan de duiding is, een schwalbe was dit natuurlijk nooit. Terwijl, ik bedoel, ga die beelden bekijken. Dat vind ik gewoon slecht commentaarwerk. Ik vond het wel classic Bas Nijhuis dat hij, terwijl hij bij het scherm stond, hij wist 100% dat de camera er was, zo binnensmond, zo zei, dat is toch geen penalty. En toen het veld weer opliep om zijn eigen keuze te verdedigen. Dat was een van de hoogtepunten van deze wedstrijd. Werd het uiteindelijk 1-1. En Almere City dus één puntje. Ja, en jij vond het leuk dat Almere in de eerste minuut al tijdrekken. Ja, vond ik heel goed. De bal ging heel langzaam richting hun achterlijn. En je zag, Van der Parra was volgens mij die linksback stond. Die zag je de bal afschermen, zodat hij heel langzaam over de achterlijn dribbelde. Het was echt fantastisch. Mag je nog een scheidsrechter dilemmaatje aan jullie voorleggen? Zeker. Ja, natuurlijk. Ik fluit nu af en toe wedstrijden voor mijn zoon. Mm-hmm. En Een van de dingen die ik het meeste zeg, ook ik ga ook altijd meteen achter mijn beslissing staan en er is ook geen VAR. Dat zeg ik ook wel eens. Of ik heb geen doelheidtechnologie, zeg ik ook wel eens. Maar een ander verweer. Kinderen van 6. Weet je wat je ook tegen kan... de ouders, hè? Die wat, kinderen, je met, die... wat je met die doelheidtechnologie ook kan doen, is als er zo'n twijfelmoment is, wel naar je horloge kijken en dan gewoon doen alsof daar een signaal op binnenkomt. Hoor je in tegen die kinderen. Nee, die kinderen zijn echt, die luisteren allemaal heel braaf. Die ouders, die zijn allemaal gek. Maar dit is het dilemma. Ik zeg dan ook heel vaak. Het is voetbal onder 9, waar hebben jullie het over? Maar de keeper heeft de bal in zijn hand en loopt naar achter. Voordat hij uit wil schieten en loopt over de achterlijn heen. Ja. Ik vind dat bij onder 9 geen doelpunt. Hmm. Wat vinden jullie? Nou ja, kijk, de voetballerij is wel hard. Maar, ik zit te denken, als ik 9 was en de keeper van de tegenpartij zou dat doen. Maar ja, misschien ben ik zelf ook niet het beste voorbeeld. De kindjes hebben het allemaal niet door, hè? Het zijn puur de ouders die dan in mijn nek zitten. Staat zo'n vader naast die paal? Ja! Serieus, dit gebeurt. Ja. Niet waar. Echt, dit is een letterlijk voorbeeld van 3 weken geleden. Ik zeg dan, het is onder 9. Waar hebben we het over? Wat wil je zo'n kind bijbrengen als je nu zegt, als je nu fluit en zegt doelpunt? Ja. Maar ik vraag me dus af of het zelfs qua regel überhaupt een doelpunt is. Natuurlijk. Jeroen Zoet deed het toch? Als de bal over de lijn is? Laat mij nou even uitpraten dan. Je was klaar. Nee, als je vanaf de aftrap in je eigen goal schiet, is het een corner. Ja, maar Jeroen Zoet trok de bal ook over zijn eigen doellijn heen. Ja. Ja, maar dus het ligt er een beetje aan welke situatie het is. Ja, denk maar dat geeft vanaf. Gewoon een hele andere regel en gaat daarna gewoon fysiek Snijbo, naar mij nee. wijzen. De bal is dan toch ook over de doellijn, maar dan is het een corner. Dus jij bent uitgeloofd. Ja, dit kan je tegen die ouders zeggen. En zelfs serieus, als je een aftrap in je eigen doel schiet, gewoon corner. Ik vraag een beetje ga klippen. Ik ga het gewoon laten zien. Gewoon... Kijk, de luister naar deze autoriteit. Ja, heel veel andere regels diffuus uitleggen. En dan van de verbazing gewoon gebruik maken. Ja, we worden niet helemaal eens, maar we gaan wel naar Heerenveen tegen FC Utrecht. De jager, verzamelaar, Pelle van Amersfoort. We moeten hem wel even uit de brand helpen, want hij heeft nog geen oplossing. Ik denk dus dat je gewoon moet zeggen, wat Bas Nijhuis ook altijd zegt. Ja, verschuil je serieus achter Bas Nijhuis. Ja, dat. Of... Ja. Ik hou van doorspelen of zo, weet je wel. Dus je dan een heel raar argument gebruikt van gewoon doorspelen. Ik wil gewoon het spel lekker laten gaan. Weet je, dan gewoon ik hou van doorspelen. Zo, ja. Het is vooral gewoon, het is gewoon heel kut dat er nog steeds gewoon geen grip kan komen op ouders langs de zijlijn. Nee. Ja, het is echt heel verdrietig. Afgelopen weekend is volgens mij weer iemand mishandeld bij een amateurclub. Want heb jij werd de fluit in jouw handen geduwd? Of lag je ergens op tafel en dacht je... Oh, dit vind ik wel leuk om te doen voor het team? Nee, dat is een schemaatje. Okay. Iedere ouder moet ongeveer fluiten. Ja. Ja, het wordt wel enger naarmate je kinderen ouder worden. Ja.
Als het, zeg maar, en ook als ze hoger gaan voetballen, wordt het ook nog enger. Want dan staat er dus voor die ouders langs het veld ook nog meer op het spel. Ja. Maar misschien toch volleybal voor de jongen. Ja. Is dit bij volleybal ook? Dat wil ik even weten wel. Ja. Nou, cool. Luisteraars, laat het snijboom weten. Gaan we door naar Heerenveen tegen FC Utrecht. Jager verzamelaar Pelle van Amersfoort ging zondagavond in een schitterend Kika-shirt op zoek naar 3 punten. De spits van tegenstander Utrecht ging er tegen 10 Friezen met de doelpunten en punten vandoor. 2 goals van Lammers en de 2-3 overwinning. Daardoor stijgt het team van Ron Jans op de Ron Jans ranglijst. Snijboon, de opmars van Utrecht kent geen maat. Nee, en het Frans van Seumeren, er is niet. Kijk, Utrecht is ook zonder Frans van Seumeren niet financieel gezond genoeg om een standbeeld voor Frans van Seumeren te laten maken. Dus, zou hij dat zelf kunnen financieren? Nou, dat moet hij dus wel echt doen. Want Frans van Seumeren heeft eigenlijk in dit Utrecht-seizoen 2 keer heel hard ingegrepen. En is eigenlijk alle regels en alle boekjes erbuiten gegaan. 1 was het aanstellen van Ron Jans, wat vrij vroeg was. Maar het ging niet goed met Utrecht en hij dacht, ik moet iets doen. Heeft geweldig uitgepakt. Ja. Ron Jans heeft 3 keer verloren. 2 keer verloren sinds hij is aangesteld. Alleen van Feyenoord en van Ajax. Het volgende wat hij heeft gedaan is dat hij in de winter dacht, er moet echt een spits bij. Maar de begroting laat het eigenlijk niet toe dat we een spits halen. Ook niet op huurbasis. Dus daar ga ik zelf geld op bijleggen. Want we hebben een extra spits nodig om ons te handhaven. En als we ons niet handhaven, is het probleem voor Utrecht nog veel groter. Hij haalt Sam Lammers. Die doet het geweldig. Maar dat, dat kan je ook niet bedenken, Snijboon. Ja, maar Frans van Seumeren kan dit dus wel bedenken. Ja, nou ja, goed. Als je ziet wat... Nee, dat ben ik niet met je eens. Want hij haalt ook Liedberg en zo. En dat zijn allemaal weer gewoon hele matige aankopen. Sam Lammers is gewoon per ongeluk perfect uitgepakt. Nou, ik vind 2 keer ingegrepen dit seizoen... glas is al vol. Ja, nee, maar Tim heeft niet eens een glas. Nee, hij heeft gewoon een poeltje water in zijn handen. Ja. Goed, FC Utrecht won met 2-3 van Heerenveen. En gaat toch vlakbij naar de favoriete positie 7. Staat nu gelijk met de Go Ahead Eagles. Heerenveen op plek 11 blijft. Tim, het woord aan jou. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ja, zalige, ingestuurd door Just Seba. Dus dank je wel daarvoor. In 2005, Jermaine Pennant was de eerste speler in de geschiedenis van de Premier League die gespeeld heeft met een elektrisch enkelband. Dat voelt ook als 9e jaar geleden. Ja, maar was dat dan... Hij stond onder contract bij Arsenal, uh-huh, jouw club. Hij werd 3 maanden in de cel gegooid wegens onder invloed rijden. Uh-huh. Toen had hij 31 dagen daarvan had hij volbracht. En toen mocht hij de laatste 2 maanden, geloof ik, op een soort... Hij had wel een 7... Van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends moest hij thuis zijn. Mm-hmm. En voor de rest mocht hij dan met zijn enkelband wel weg. En die wedstrijd was tegen Tottenham Hotspur om 3 uur 's middags. Dus dat kon hij nog net bolwerken. Maar dat is wel echt ook alweer legendarisch. Leuk, weet je. Is dat dan als je die bij die grensrechter... Die gaat dan checken of je noppen... Wat zegt hij als hij dan die enkelband tegenkomt? Ja, dat is wel een goeie, ja. Waarschijnlijk opschieten, want we zijn er 5 uur klaar. Je moet 7 uur maar nu thuis mag zijn. Dat echt niet meer, toch? Als in, dat is toch heel gevaarlijk? Je mag toch geen harde voorwerpen? Nee, ik weet niet hoe hard zo'n enkelband is. Misschien dat hij een sportenkelband, dat ze dat ook hebben toen. Zo'n zachte. Met zijn initialen erop. Ja, ja. JP17 of zoiets. Even, ja, goed. Nou, 17 zou ook wel kunnen. Leuk, weet je. Ja, nou. Laatste 3 wedstrijden. Sparta tegen Heracles. Heel even leek Heracles al het kruid midweeks te hebben verschoten tegen AZ. En kanonnenvoer te worden op het kasteel. Niks bleek minder waar. De Heraklieden draaiden een 1-0 achterstand om tot 1-2 overwinning. En spelen zich zo in 4 dagen schierveilig. Erjan, we hoorden na afloop de klassieke, het was Sparta onwaardig, die je bij alle clubs kan invullen, van coach Jeroen Rijsdijk. En Tim zegt altijd dat deze interviews afgeschaft moeten worden. Jij als interviewer, vind je dat ook? Interviews na de wedstrijd? Of kunnen we er nog iets meer uithalen? Ja, het is wel een soort schitterend genre in dat je weet wat er komt. En dat het dan toch ook weer bevestigd wordt. Ik moet heel vaak denken aan hoe heet hij nou? Jan Vertonghen. Mm-hmm. Ja, die werd vlak voor de kampioenswedstrijd tegen FC Twente, toen in 2011 of zo, ging hij bij de Wereld Daar Door zitten. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat een voetballer daar ging zitten. Nee. En Matthijs van Nieuwkerk, die begint dat interview en die pakt Vertonghen aan. Hij zegt zoiets van, waarom hebben jullie niet samen getraind of zo? En je ziet gewoon dat Vertonghen helemaal verschrompelt. want het is volgens mij wel bij elkaar en zo. En dat is heel awkward. En Matthijs van Nieuwkerk heeft dat ook door, dus die moet het redden. En die stelt dan de vraag, wat doe je eigenlijk op een dag? Wat doe jij van uur tot uur? En vanaf dat moment is het echt een fantastisch interview. Ik weet nog dat ik dat keek live. Dat ik dacht van wauw, dat is echt heel knap. Dat je nu dus een voetballer
iets nieuws hoort zeggen. Gewoon door heel simpele vragen te stellen. En volgens mij is het probleem van heel veel van die journalisten dat ze zich natuurlijk heel erg als een autoriteit willen neerzetten. Ja. Iemand die altijd meer weet dan de speler of dan de trainer die je interviewt. Maar het zou heel verfrissend zijn als je daar gewoon mensen neerzet die zich niet slimmer dan de speler willen voordoen. En gewoon hele basisvragen gaan stellen. Daar misschien iets heel bijzonders in vinden. Het is wel echt een zeer goede rehabilitatie van Matthijs van Nieuwkerk. Gewoon een jaar lang alle Eredivisie spelers interviewen. En dan terug op, op het echte net. Ja. Tom Egbers en Matthijs van Nieuwkerk. Die samen alles voor alle voetbalinterviews doen. Ik zie een format. Ja, dat is echt goed. Ja, dat klopt wel echt. Ja. Want ze stellen ook altijd soortgelijke vragen. Ja, dus stel gewoon eens, wat heb je vandaag gedaan? Dan opent ze voetballen natuurlijk. Hij smelt, dat weet hij. Dat weet hij zeker. Ja. Dat hoeft hij niet na te denken van wat voor een antwoord moet ik hier nou in godsnaam opgeven. En er komt vast dan iets heel veel waar je op door kan ook. Ja, en ook bij, ja. Nou, hartstikke goed. Leuk. Het werd 1-2 voor Heracles. Gaan we door naar PEC Zwolle tegen Excelsior. Het is bijna 79 jaar geleden dat Zwolle bevrijd werd door de Canadezen. Nee, maar die heb ik voor jou opgeschreven als historicus. Vandaar dat veteranen vooraf eervol kan het archief veld... Kan Vandaar de bevrijding van Nederland. Vandaar dat veteranen vooraf eervol het veld betraden. Excelsior speelde als een stelletje veteranen en verloor zeer oneervol met 2-1. Zo lijkt PEC zich te bevrijden van na-competitievoetbal. Terwijl Excelsior richting die competitie strompelt. Tim, wat viel je op over dit? Sam Kersten. We hebben het nooit over Sam Kersten en we moeten het nu even over Sam Kersten hebben. Allereerst, omdat ik elke keer als ik hem zie, moet denken aan een poppetje van een tafelvoetbal. Die zo vast zit aan... Je moet, voor de mensen die Sam Kersten kennen, weten dat dit uitstekend gevonden is van mij. Ja. Applaus van alle 16 mensen. En... Maar tafelvoetbal, maar die hebt toch ook smalle heupen? Hij loopt van heel smal naar heel... Hij is een omgekeerde driehoek. Ja. Dat is hij. Dat is toch ook, een driehoek? Ook een driehoek, ja. Gelijkbenige driehoek. Ja, heel goed. En hij is denk ik onderdeel van de minst opvallende transfer ter wereld ooit. Want volgend jaar gaan jullie de Eredivisie aanzetten en dan speelt Sam Kersten één keer bij Heerenveen. Want Sam Kersten is namelijk transfervrij van PEC Zwolle naar Heerenveen gegaan. En ik vind dat misschien wel de minst opvallende transfer ooit. Vet. Het is leuk om daar nu alvast aandacht aan te geven. Ja, dus sluit in jouw DM als je ook nog een onopvallendere transfer hebt. Een minder opvallende transfer. Ja, want ik vind ook blauw-wit naar blauw-wit is ook goed. Ja, en hij kwam daarvoor van FC Den Bosch. Nee. Blauw-wit. Ja? Zeker. Leuk. Kijk, dat is een goede research. Dus hij is dan een tafelvoetbalpoppetje met blauw-wit. Dat hij is kan het nergens dus. Anders. Nee, dat is toch geen... Ze moet hem dat is het. Ja. Het zit vast aan zijn lichaam. Nee, dat is het, ja. Oh, ja. Hij kan ook heel goed spinnen, maar dat mag dus niet bij de wedstrijd. Alleen denk maar, je wel. Maar na Heerenveen wordt het moeilijk, want dan hebben ze al die pompenbladen hebben ze erop geschilderd. Ja. Ja, maar dat kan er dus wel bij. Ja, maar niet meer eraf. Nee, precies. Nee, dit is het voor Heerenveen. Dit is het eindstation. Eindstation. Ja. We zijn eruit. Dit is ook nog een titelmogelijkheid. We hebben het eindstation voor Sam Kersten hebben we gevonden. Of Willem II, want dan kan je hele banen ervan maken. Ja. En dan kan je weer verder bouwen. Dan kan je zo'n beetje rood toevoegen. Ja, hartstikke goed. Dan kan je ook het helemaal zwart maken. Nee, maar dan ben je klaar. Oké. Dan ben je... Ja, zie je, ik zei er, je hebt helemaal geen voetbalkennis nodig. Het is inspirerend hoe ver jullie zo'n item weten te brengen. Ja. Het is als die gifteken van Ajax. Blijf maar komen. Ja. Ja, inspirerend is een goed woord om te onschrijven. Daar houden we aan ons vast. Gaan we naar de laatste wedstrijd van Volendam tegen RKC. Deze volgende degradatiekraker werd er eentje voor de spitsen met ongewenst zitvlees. Beiden hadden daar geen last van, want Volendammer Muren scoorde er 2 en Waalwijker Kramer 1. Uiteindelijk was alleen Muren goud waard, want Volendam won met 3-2. Wipt zo over Vitesse heen en pakt zo de laatste glibberige paling in de strijd om lijstbehoud. Volgende week trouwens, de Snijboon. Nog een laatste paling als ze tegen Excelsior spelen. Maar zou het? Het wonder van Volendam gaat zich voltrekken. Tim, waarop baseer je dat? Snijboek? Het feit dat ze de afgelopen 3 wedstrijden ongeslagen zijn gebleven. Goed punt. Dus als momentum een ding is onderin, heeft Volendam absoluut het geluk aan de zijde. Ze staan nu op 19 punten uit 29 wedstrijden. Boven hen Excelsior, de na-competitieplek. 22 punten uit 29 wedstrijden. We hoeven niet te doen alsof Excelsior in vorm is. De laatste 10 wedstrijden 0 keer gewonnen. Exact. RKC staat daarboven. 24 punten. Die zijn iets beter in vorm. Mm-hmm. Maar ik heb toch het gevoel dat Volendam zeker nu... Hè, het was 2-0 voor, 2-2, dan die 3-2 maken. Dat is natuurlijk, als er een kantelpunt is, is dat het. Dus ik denk dat Volendam het gaat halen. Okay, maar en dat Excelsior gaat degraderen. Moeten we het ze gunnen? Op basis van het beleid van afgelopen jaar en die rommel. Ik vind, ondanks dat beleid sportief boven komen drijven, vind ik toch knap. Okay. Als Ajax ziet, put ik hier hoop uit. Ja, al... Nou, handhaven gaat wel lukken, hoor. Ja, nee, pas nou op, want er komt weer een gifbeker. Ja. Ja. Ja.
Ja, en Volendam heeft wel momentum. Ajax heeft dit seizoen nog niet echt momentum gehad, volgens mij. Nee. Volgende week dus Excelsior tegen Volendam. Oh ja? Ja? Wat leuk. Dat hebben we toch een leuke competitie, jongens. Ja, geweldig. Dat is volgende week. Want deze week zit erop. Dankjewel. Alle 9 potjes, alle 18 teams. Donderdag kan de luisteraar weer luisteren naar het Eredivisie Erfgoed Elftal. Dan zijn we nog steeds op zoek naar het allervetste Eredivisie Elftal ooit. Dus gaat dat zien en luisteren op donderdag. En de volgende week maandag zijn we weer met speelronde 30. Dan rest mij niets anders dan Tim te bedanken, Snijboon te bedanken. En met name Ernst-Jan. Superleuk dat je er was op de maandag. Als je iets meer feitkennis hebt, mag je misschien wel terugkomen volgend seizoen. Nou, dank voor de fluwele handschoenen wil ik vooral zeggen. Het viel me echt mee. Nee, het is wel... Ik denk dat onze luisteraars van het leven nog nooit zoveel geleerd hebben. Nee, precies. Toch? Dat denk ik ook. Ja. Ernst-Jan, ik moet je heel veel wat vragen nog. Hoe sluit jij die podcast dan af? Want Gijs die doet nooit oproep voor abonneren en zo en sterren geven. Doen jullie dat nu wel bij Podimo of niet? Ja, we vragen of mensen in onze Telegram community komen. Je moet ze dat wel hebben een, wij alleen ja, niet. Dus kom naar de Telegram community van Pom. Ja. Pom.community. Ja, Gijs, zo doe je dit dus. Heel goed. Ja, totdat wij een community hebben, gaan we naar Pom.community en daarna komt daarna naar ons. Goed, tot donderdag en hoop je tot maandag.